Goedemorgen jongens en meisjes. Ik wil vandaag met jullie telspelletjes gaan doen met een eierdoos. Je mag gewoon lekker met me meedoen en je kan later zelf met je eigen eierdoos de spelletjes nog eens herhalen met je vader, je moeder, je grote broer of zus. Eerst gaan we eens even kijken hoe mijn eierdoos er nu uitziet. Kom maar hierbij. Kijk maar eens. Hoeveel eieren heb ik eigenlijk nog? Kunnen jullie dat voor me tellen? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Zeven eieren hebben we nog. Maar er zijn ook al een paar op. Hoeveel hebben we er al opgegeten? 1, 2, 3. Ja, drie eitjes hebben we al opgegeten bij het ontbijt. Nou, ik zet de echte eieren eventjes opzij. Dat gaat vast mis anders. En ik pak er even een andere eierdoos bij. Die is leeg. En dan gaan we eventjes tellen met iets anders wat je in huis hebt. Ik gebruik Duplo stenen. Maar je kan ook als je wil autootjes gebruiken. Of misschien heb je nog wel paaseitjes over. Kan je die gebruiken? Kunnen jullie eens tellen hoeveel eieren passen er eigenlijk in deze eierdoos? Laten we eens kijken samen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 10 eieren. En dat staat er ook op. Kijk maar. 10 eieren passen hierin. Dan gaan we eens eventjes een spelletje mee doen. Ik ga vullen met de Duplo stenen hoeveel eitjes erin zitten. En jullie mogen dan kijken hoeveel dat er zijn. Eieren heb ik in mijn eierdoos. Eén, twee, drie, vier. Hoeveel eieren zijn er dan al opgegeten? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Nog eens. Hoeveel eieren heb ik in mijn eierdoos? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Hoeveel eieren zijn er dan al opgegeten? Eén, twee, drie, vier. Nog eens. Eieren heb ik in de eierdoos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En hoeveel zijn er al opgegeten? Ja, die is niet zo moeilijk. Het is er maar 1. Gaan we een ander spelletje doen. Daarvoor
de eieren ook nog nodig, maar ook wat cijferkaartjes. En die hebben jullie denk ik nog wel. En anders kun je ze even maken. Tot de 10 is handig, want de eierdoos ging tot 10. We hadden 2 rijen. Goed, daar gaan we. De cijferkaartjes. En dan nemen we deze. Welk cijfer is dit? 6. We gaan hem vullen met 6 eitjes. Of nou ja, Duplo stenen nu. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Je ziet dat ik altijd eerst de bovenste rij helemaal vol doe. Dat is handig om te tellen, want ik weet, de bovenste, dat zijn er 5. En als ik er eentje bij doe, heb ik 6. Zo klopt mijn eierdoos met het cijferkaartje. 6. Ga ik nog eens doen. Cijfer is dit? 7. Eigenlijk is het wel makkelijk, want ik had net 6. En nu 7. Hoeveel moet ik er dan bij doen? Ja, ik doe er gewoon 1 bij. Even, wel even checken of het goed is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Helemaal goed. Dus zo klopt mijn eierdoos weer met mijn cijferkaartje. Nog eens. Even een beetje schudden. Welk cijfer is dit? 3. Helemaal goed. Nu wil ik jullie nog even laten zien dat een eierdoos eigenlijk bestaat uit 2 rijen van 5. Ik ga de bovenste rij eens vullen. 1, 2, 3. 4, 5. Dan zie je het goed het verschil. De bovenste rij zijn er 5. En hier zijn er ook 1, 2, 3, 4, 5. Dat is hetzelfde eigenlijk als met je handen. Een handje vol is 5. En nog een handje vol erbij is 10. Dus daarom is het een beetje hetzelfde. 2 rijen van 5. En 2 handjes van 5. Dus allebei 10. En zo kan je ook wat makkelijker tellen, want je weet, als ik een rijtje vol doe, dan heb ik 5. En dan kan je vanaf de 5 verder tellen. Laten we dat eens doen met dit cijfer. Welk cijfer is dit? 8. Nou, nu heb ik deze al vol gedaan. En we wisten, hoeveel was een hele rij? 5. Ga ik verder tellen vanaf de 5. Dus we weten, dit is 5. Ga ik verder. 6. 7. En 8. En dan klopt mijn cijferkaartje weer met mijn eierdoos. 8. Dan gaan we nu eens eventjes het andersom doen. Ik ga nu gewoon mijn eierdoos vullen. Ik kijk niet, ik doe gewoon... Hup, hup, hup. Dus even kijken. Zo. En dan ga ik het goede getallenkaartje erbij zoeken. Dus we doen het eigenlijk andersom. Eerst pakten we daarnet het cijferkaartje eerst. Dan gingen we daarna vullen. Nu gaan we eerst vullen. En daarna zoeken we het juiste cijferkaartje erbij. Hoeveel heb ik erin gedaan? Tel maar eens. 1, 2, 3,
4. Ik moet dus op zoek naar het cijfer 4. Even kijken. Is dit er? Is dit er? Is dit de 4? Is dit de 4? Is dit de 4? Dit de 4? Is dit de 4? Ja, dit is hem. Zo klopt het weer. 4 en 4. Doen we nog eens. Ik vul hem. Hoeveel eieren zitten er in de eierdoos? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. Eigenlijk een makkie, want helemaal vol is 10. Maar wat zie ik hier nou? Die past niet meer in een vakje. Oh, weet je wat? Ik kom nog een eierdoos bij. Kijk. Die had ik ook nog. Ik doe hier een vakje. Zo. Dan hebben we er 10 en 1 erbij. Dat is 11. Het cijferkaartje van de 11 opzoeken. Dat is deze. Je kan het dus ook wat moeilijker maken als je niet tot de 10 gaat, maar gewoon tot de 20. 10 en 10 is samen 20. Dus dan kan je je cijferkaartjes tot de 20 maken. Laten we daar nog één voorbeeldje van doen. Welk cijfer is dit? De 16. Die heb ik al 10, dus die laat ik er gewoon lekker in zitten. Hier heb ik al 1. Ik daar verder. Dus dat is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dit zijn er 16. En dat klopt dan weer. Een cijferkaartje. Dus zo kan je het steeds een beetje moeilijker voor jezelf maken. Als je dus verder gaat dan de 10. Laten we even wat sommetjes doen. Bijvoorbeeld 2 erbij 2. Tellen is 1, 2, 3, 4. Drie erbij 4. 1, 2, 3, 4. Hoeveel is 3 erbij 4? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We doen 5 erbij. 5. Hoeveel is 5 erbij 5? Want hij is helemaal vol, dat wisten jullie wel, toch? Je kan ook eraf doen. Dus we hebben er 10 en we doen er 3 af. Hoeveel hebben we dan nog over?
weet, dit zijn er 5, dus die hoef ik eigenlijk niet te tellen. Dus 5, 6, 7 zijn er nog over. Dus 10 eraf. 3 is 7. En zo kan je heel veel sommetjes bedenken. Erbij of eraf. Ik doe deze eierdoos even weg, want ik heb er nog eentje. Deze is iets kleiner. Kijk, als je ze naast elkaar ziet, zie je ook dat hij wat kleiner is. En hier kunnen dus ook minder eieren in. Er is minder plek. Kunnen jullie stellen hoeveel eieren hierin passen? Zes. Hier kunnen 6 eieren in. Hier kan je dezelfde spelletjes mee doen, maar hier is ook nog een ander leuk spelletje mee. Want ik dacht, hé, wat gaat er nou nog meer tot 6? Een dobbelsteen. Dat zie ik. Even gepakt. En dan gaan we gooien. Die zwarte stipjes, dat noem je de ogen. En hoeveel ogen we gooien, vullen we in de eierdoos. Daar gaan we. Is 3. Eén, twee, drie. Hey, dat is grappig. Daarnet hadden we een hele rij vol, was het 5. Maar hier een hele rij vol is maar 3. Zo is die hetzelfde als de dobbelsteen. Zien jullie dat? Hier 3 en hier 3. Gaan we nog een keer dobbelen. Een makkie. Dat is 1. Nog eens. Hey, dit lijkt wel op elkaar. Zien jullie dat? 3 en 3. Eens even kijken hoeveel dat is hoor. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Dus een heel doosje vol is hetzelfde. Oh, verkeerde. Deze. Is hetzelfde als 6. Nog een keer dobbelen. Hoe is dit? 2. 1, 2. Heb ik hem weer gelijk gemaakt. 2 en 2. Was it? 4. 1, 2, 3, 4. En weet je, ik heb het nu zo gedaan met een bovenste rij vol en dan nog 1 eronder. Maar ik kan hem ook gelijk maken aan de dobbelsteen. Dan haal ik deze weg en die stop ik daar. Zie je? Dus ook 4. En zo ziet hij er ook hetzelfde uit als mijn dobbelsteen. Net als die 6 van daarnet. Ja. Eens even kijken. Wat had ik nog meer? Oh ja. We gaan een spelletje doen. Waarbij je heel goed moet kijken. Ik ga de eierdoos vullen met wat Duplo steentjes. En jullie moeten goed kijken hoeveel het er zijn, want ik doe hem snel weer dicht. En dan ga ik aan jullie vragen hoeveel het er waren. Dat is om net als bij de dobbelsteen de structuur te leren kennen. Zodat als je het gooit, hoef je niet meer te tellen hoeveel dit is. Nee, je herkent het gewoon. Dit zijn er 3. Of dit is er 1. Dat weet je gewoon. En dat gaan we hiermee oefenen. Daar gaan we hoor. Goed. Hoeveel eieren zaten er in de eierdoos? Hebben jullie het gezien? Wat denk je? Dan eens kijken. Even tellen. 1, 2, 3. Nog een keer.
Hoeveel eieren zaten in de eierdoos? Dus het waren er 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Hoeveel eieren zaten er in de eierdoos? 1, dat was maar 1. Nog een keer. En hoeveel waren het er? Zag jij het? 1, 2, 3, 4. Nul. Helemaal niks. Jongens, meiden. Heel veel plezier met spelen. En pas op. Dat je de eieren niet laat vallen.